weer thuis, hè. Maar hoe zit dus die vlag vandaag eigenlijk voor het eerst? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zat in het buitenland, hè. Waarom zat u in het buitenland? Ik werk voor een bank. Wat doet u voor werk? Ja, valuta-achtige dingen. Ik heb de euro ingevoerd. Ja, ja. Dus dat was u? Ja. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ach, het leek ons op dat moment een goed idee. Ja. En nou hebt u dus weer gewoon de volle 24 uur per dag om met uw vrouw door te brengen, hè? Ja. We'll cross that bridge when we get there. Vertelt u eens, wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Nou, kadastraal gezien hoort dat gedeelte dus al 2000 jaar bij ons huis. Maar zij hebben dus hier, hebben zij hun hek staan. Wacht even. Laten we even bij het begin beginnen. Wie zijn die zij? Zij van hiernaast. Nou ja, de buren, zeg maar. Exact. Die hebben daar een leuk optrekje, hè? Wat zou dat kosten, denkt u? Zij zeggen 6 miljoen. Ik denk dat het veel minder is. Maar ja, dat mag je niet zeggen, hè? Ja, ja. Meneer Duisenberg, wat bent u daar nou eigenlijk aan het lezen? Wat is die Albert Heijn verdomme rete duur geworden? Oh, maar wacht even. Het is in euro's. Dus dan moet je het eerst nog delen door 2,2. Ja. Nee, je moet het juist vermenigvuldigen met 2,2, hè? Nee toch, maar dan wordt een pot pindakaas 5,30 gulden. Nee, ik ga dat niet vermenigvuldigen, hoor. En dit hier, wat heeft dit allemaal te betekenen? Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Het was een dag als alle andere dagen. Ik deed mijn raam open en hing mijn vlag uit. Ja. En toen keek ik naar beneden en toen was dus dit in mijn tuin nedergezet. Ja, en dat had u dus niet zelf gedaan? Dat had ik niet zelf neergezet, nee. En wie heeft dat dan wel gedaan? Ja, de buren. De buren. Ja, en u mag daar dan niet meer komen? Nee, ik mag daar dus niet. Ja, ik kan daar wel komen, maar dan zal ik even demonstreren wat er dan gebeurt. Even meelopen, ja. Nou, je loopt gewoon. Ja. Tralalalalala. En dan gebeurt er dus dit. Ja, ik zie het, ja. U bent door uw vrouw wel meteen aan het werk gezet, hè? Zou u niet liever een vrouw hebben met een galerietje of zo? Of zoiets wat Janneke Brinkman doet? Ach, ze is bezig. Mevrouw Duisenberg, uw man vertelt net dat hij dus eigenlijk liever een vrouw had gehad met een galerie of zoiets wat Janneke Brinkman doet. Oh ja, zei hij dat? Nou, niet met zoveel woorden, maar daar komt het wel op neer, ja. Oh. Vindt u het eigenlijk niet een hoop gedoe om in wezen niet meer dan een tuinhekje en een prieeltje? Ja, nou dat lijkt het, maar ik zie mijn buren als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Ja. Nou, meneer Duisenberg, dat gedoe hier thuis, dat lijkt me voor u een mooie nieuwe uitdaging, hè? Nou, ik zal u zeggen, ik heb de afgelopen jaren geprobeerd 12 landen op één lijn te krijgen, ook de euro. Maar mijn vrouw en de buren, that might be just one bridge too far. Nou, ik hoor het alweer. Hier gaan we de komende 50 jaar niet uitkomen, denk ik.